Op 16 april zal er in de sporthal van Koersel een sportdag plaatsvinden voor personen met een handicap tot 21 jaar. Tijdens deze sportdag worden er verschillende activiteiten aangeboden, zoals voetbal, handbal, curling, new games en nog veel meer activiteiten. Deelnemers kunnen zich inschrijven op de sociale ombudsdienst van de stad Beringen en deelnemen kost 1 euro. Deze sportdag is een organisatie van de Stedelijke Adviesraad voor Anders Valide in samenwerking met de dienst Sport en Recreatie, de dienst Jeugd en Jeugdsport, de G-Sportacademie met steun van de provincie Limburg. We zijn deze avond in de parochiezaal van Paal, waar de open avond plaatsvindt met onze Indische gast David Vredi. Hij zal getuigenis afleggen en het koor zal solidariteitsliederen brengen en er is gelegenheid tot ontmoeting tussen de mensen die hier aanwezig zullen zijn. We gaan ook een film vertonen, de campagnefilm van Broederlijk Delen. Daarnaast zal David Vredi zelf ook getuigenis afleggen en is er ook een inleefgetuige van hier, van Vlaanderen, die in India is geweest, die een aantal eigen indrukken zal vertellen aan het publiek. Wij organiseren deze avond omdat mensen de gelegenheid hebben om een stukje de Indische cultuur te leren kennen, maar ook de organisatie waar Broederlijk Delen mee werkt in Indië, hun projecten en hun manier van werken met de plaatselijke landbouwers. Ik heb wel de indruk dat heel wat mensen warm gemaakt zijn om aan deze avond deel te nemen. Er is alvast heel wat bekendheid rond. En mensen hebben enthousiast gereageerd om hier naartoe te komen. Dat merken we ook aan de vele vrijwilligers die deelnemen aan deze avond om het tot een geslaagde ontmoeting te maken.